Oké. Okay. Ja, Joris, ik was even benieuwd, wat heb jij gedurende het samenwerken met Dio geleerd over zijn liefdesleven? Een heleboel, ja. De ups en downs heb ik al meegemaakt. Hè. En meer, natuurlijk, ja, ik hoor het terug in wat hij schrijft en wat hij opneemt. Hoe kun je een beetje, ik weet niet hoe lang jullie samen hebben gezeten, maar wat zijn de ontwikkelingen geweest, als je er iets over kan zeggen? Zo, even nadenken. Want we zijn 2 jaar geleden begonnen. Het interesseert hem ook echt geen fuck. Nee, je merkt het wel, tuurlijk. Je drinkt het op. Je merkt het aan de manier van de soort nummers die hij wil maken in een bepaalde periode. Als het goed gaat, is het weer. Wat is als het goed gaat? Wat wil hij nog? Het vrolijke natuurlijk. Is het, als het slecht gaat? Is het wat meer in mineur? Voor mij ook, weet je wel. Dus, maar ja, het is ook logisch. En het is niet iets beter dan het andere of zo, denk ik. Dus, beide zijn een goed uitgangspunt om mooie liedjes te maken. Klopt het een beetje wat hij zegt? Wat is voor jou een periode waarin je, als je het aan je liefde moet koppelen, waar je het meest drang voelt om te schrijven? Ja, toch wel als het kut gaat of zo. Dan, als je gewoon emotioneel een beetje in een put zit, dan kan muziek ook wel gewoon bevrijdend voelen als je dat gewoon eventjes lekker van je kan afschrijven. Ik denk dat het gevolg daarvan wel gewoon mooie liedjes zijn geworden. Ja. Ik denk dat hij me liever ziet wanneer ik me kut voel dan wanneer ik me blij voel. Maar zijn er nummers bijvoorbeeld zoals je, ik weet niet, geef ze een chronologische en een realistische afspiegeling van wat er echt in jouw leven gebeurt? Ja, zeker. Zeker. Het is allemaal waar gebeurd. En zoals je hoort op het album, één moment gaat het echt super goed in mijn liefdesleven. Als bijvoorbeeld ze houdt van me, weet je, dat is echt zo'n track waarvan je zin hebt in de zomer en je wilt gewoon met je meisje zijn. Tenminste, dat gevoel heb ik. Maar dan zo'n nummer als Cupido bijvoorbeeld of Haat Liefde, dan hoor je wel gewoon duidelijk de keerzijde daarvan. En wat, gaat het allemaal om dezelfde persoon of zijn het? Nee, zeker niet. Nee, ik heb 2 exen verslonden afgelopen jaren. Die zijn wel echt van grote invloed geweest. Bij die ene ex ben ik nu ook weer terug. Dat hoor je gewoon duidelijk. En bij de andere niet. En daar gaan duidelijk ook liedjes over. De minder leuke liedjes. Horen zij die, want ze hebben ja, misschien dit allemaal nog niet gehoord, maar misschien het vorige nummers heb je ook wel eens over gehad. Wat reageren zij dan wel eens op iets wat je hebt gemaakt? Ja, natuurlijk. Het is natuurlijk ook wel altijd gewoon schrikken. Bijvoorbeeld op de Computerliefde EP, daar kaart ik gewoon, daar heb ik echt een nummer geschreven, dat heet December 26. Dat is eigenlijk ook het nummer dat mij weer terug bij mijn ex heeft gebracht. En waardoor zij mij ook beter begreep. Maar op dat nummer bijvoorbeeld zeg ik ook dat ik seks met haar heb op de wasmachine. En ze had echt zoiets van, oké, weet je, moet echt de hele wereld, moeten ze dat echt allemaal weten. Aan de ene kant, zij is met mij gegaan toen ik al die nummers aan het schrijven was. Dus zij weet altijd wel wat mijn instelling is en dat ik altijd wel gewoon eerlijk probeer te zijn in mijn muziek. Heb je wel eens het gevoel dat je dan achteraf, misschien als je terugluistert naar een vorige plaat, dat je dingen hoort van, dat is jammer dat ik dat ooit heb gezegd. Dat je soms een beetje, naarmate je natuurlijk bekender wordt, meer mensen inderdaad misschien te weten komen dingen over jou die je eigenlijk achteraf liever niet had. Nee, ik heb nooit echt spijt, maar ik heb soms wel gewoon van mijn twijfels van, oké, had ik dat echt moeten zeggen of moet ik dan niet misschien meer een gesloten artiest zijn en mijn privé echt gescheiden houden van mijn werk? Maar dan snap mijn mind en dan denk ik meteen, nee, mijn privé is mijn werk. En dat is misschien wel waarom mensen zich interesseren in mij. Hebben jullie het daar wel eens over dat soort dingen, als jullie samen bezig zijn aan een nummer te werken? Nee, volgens mij niet. Nee, ik denk dat textueel of zo, dat Joris echt mij gewoon helemaal de vrije loop laat gaan. En niet zoiets heeft van, dit moet erin of dit moet eruit. Hij geeft me echt volledige vrijheid daarin. En, ik zou niet zeggen dat hij te expliciete dingen schrijft. Ja, je zei net van dat jij misschien liever ziet als hij een beetje in de put zit, om welke reden dan ook. Ja, dat zei ik. Ja, dat zei jij. Kun je een voorbeeld noemen van een moment waar, ja, tijdens het maken van deze plaat, waarin dat echt voor jou het hevigst was? Of waar je... Ik denk, als ik hier eventjes mag inbreken, ik denk dat zo'n moment, dat is een nummer die trouwens niet op het album is gekomen, misschien ook dat de reden daarvoor is, maar Ik Wil Jou bijvoorbeeld. Ja, dus, denk het ook. En volgens mij had je in die periode meerdere nummers, ja, die thematisch ongeveer overeen kwamen. En ja, dus dan merk je wel hoe die tegen dingen aankijkt, of hoe die zich voelt.